allemaal. Lukkie. Leuk dat jullie er weer zijn. Ik zal eens een keer een andere intro doen. Ik zal in ieder geval zeggen, ik ga het even laten zien hoe ik mijn kast opnieuw heb ingedeeld. Tada! Daar gaan we dan. Dit zijn truien. En die blijven gewoon daar zo, want dat kan niet in zo'n box. Dit zijn mijn jurken en mijn jassen. En een paar badjassen. Dan gaan we naar deze. Dus hier heb ik mijn korte broeken. Althans mijn broekjes die ik zeg maar onder een jurk draag. Die gaan schuren. Daar zitten achter mijn joggingbroeken en er zit een vest hier. Dit zijn mijn zomerbroeken en daarachter zitten mijn korte broeken. Ja, dit moet nog weg, dat moet ik nog opruimen. Hier zit een hele mooie tas. Hier zitten mijn leggings. Dit is nog een rommeltje, dit moet ik nog even opruimen. Maar ik had geen zin meer, dus ik heb het zo in de kast gedouwd. Hier zitten al mijn spijkerbroeken. Dit is nog een dekbedovertrek. Dan gaan we naar de volgende kast. Hallo. Zo, nou. Hier zitten mijn t-shirtjes. Hier zitten hemdjes. Hier zitten in hemdjes met spaghettibandjes deze. Hier zitten gewoon hemdjes met bredere bandjes. Hier zitten mijn, even kijken, flare leggings allemaal. Mijn flare broeken. Dit is mijn kledingkast. That's it. Niet meer, niet minder. Dus die. En dan gaat het andere kastje weer open. Hier zitten mijn BH's. Daarachter zitten mijn sport BH's. Daar zo. Dit zijn mijn beenwarmers. Dit zijn mijn onderbroeken. Dit zijn dikkere. Even kijken. Wat is dit nou weer? Oh, dan weet ik het niet meer. Oh ja, mijn leggings. Of nee. Mijn lange kniekousen en nog beenwarmers. En hier zitten mijn sokken. Dit zijn zeg maar mijn werk leggings. Hier zit nog naast een band, maar dit zijn mijn werk t-shirtjes. En dit zijn mijn pyjama's. Dus zo heb ik dat ingedeeld. Nou, dan gaan we naar iets leuks. Ik zal het even wat donkerder maken. Kijk, dan kan je het beter zien. Die heb ik gedisplayed. Dat vind ik hele mooie kettingen. Ik doe ze soms wel eens om, niet altijd. Ik heb hier een rekje met allemaal edelstenen armbanden. Hier zijn meestal de parfums die ik zeg maar door de week gebruik. Dit zijn mijn lievelingskwasten. Die ik niet gebruik. Echt voor de sier liggen hier. Marie Toulouse. Dus die vond ik zo leuk hier. Nou. Dit is een kaars. Dat zijn allemaal borstels. Dat zijn mijn kwasten die ik een beetje gebruik. Door de week. Nou. Hier zit zeg maar mijn alfabet laafjes. Nou. Dit is mijn oude cameraatje waar ik toen mee gefilmd heb. Die is ook stuk gegaan. Maar ik vond hem wel zo leuk om erbij te bewaren. Dit is mijn Intertax. Dit zijn mijn boeken. Dit is een van mijn favoriete boeken. Met die van Masha. Nou, dit is een rommeltje. Kijk daar maar niet naar. Nou, hier zitten zeg maar mijn mooiste sieraden. Zoals diadeems. Een kroontje. Een enorm kroontje. Dit is de replica kroon van Diana. Dit is het kroontje van de Efteling. Hier zitten allemaal mijn mooie sieraden. Zoals van Lord of the Rings. Swarovski biertje en Harry Potter. Deze komt uit Engeland. Of uit Schotland, sorry. Dus hier zitten mijn
Pandora dingen hier met Pandora arm, nee, de Dora armband. Ik zie er eentje die daar hier niet tussen hoort. Die heb ik toen zelf gekocht. Achter ligt nog een armband en twee zilveren kettingjes. Hier zitten al mijn gouden en mijn zilveren kettingen. Deze heb ik pas gekocht met deze. Ik zal hem even scherp stellen. Zo. Deze in de Efteling gekocht. Deze heb ik ook in de Efteling gekocht. Deze draag ik momenteel heel erg graag. En hier zitten al mijn luxe kettingen in. Nou, dan heb je hier zeg maar de fantasieboeken. En DVD's van Charmed. En boeken en nog wat dingen. Dan heb je hier, ja hallo, dit is mijn spiegel. Hallo. Dit is zeg maar Harry Potter kwasten die heb ik hier lekker voor die sier neergehangen. Deze heb ik gekregen, daar ben ik zo trots op. Nou, hier staan schoenen van Ernst. Hier staan nog schoenen van mij. En daaronder is een beetje mijn hobby. Hieronder is ook nog een hobby en wat voorraaddingetjes. En dat is zeg maar waar ik mijn tas, mijn helm kwijt kan en mijn camera. Die heeft Iris van mij gemaakt. Daar ben ik zo ontzettend blij mee. Want die twee heeft ze ook gemaakt. En ik ben daar zo mega blij mee. Nou, dat is mijn Harriet's Beer. Dat is mijn heksenhoed die ik zelf gemaakt heb. Dat is de hobbelpaard die al heel oud is. Ik moet alleen die staart nog eens keer aanvasten. En Londenbeertje, ook Harriet's. Dit is een soort van replica pop van Sissy. Dit is mijn steampunk hoed. Dat zijn mijn beertjes. Daar is ook nog een Harriet's beer. Ook nog een beer, dat is een kreeftje. Winnie de Pooh mokken, daar is Winnie de Pooh fles. Hier heb ik boeken van de oorlog die ik toen gekocht heb en één gekregen heb. Deze heb ik zelf gekocht, die heb ik gekregen. En hier twee dunne heb ik ook gekregen. Nou, ik geloof, nou hier heb je nog Anton Pieck. Een beetje en nog wat andere boeken die daar eigenlijk niet horen. Dus daar moet ik nog even wat op verzinnen. Maar dat komt goed, komt goed. Dus ik zou zeggen, nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Op dinsdag en donderdag heb ik altijd filmpjes. En druk op het belletje, want ik wil zo graag naar de 200 abonnees. Als jullie mijn filmpjes leuk vinden, doe dan ook een duimpje omhoog. Alsjeblieft. Dan in ieder geval, dikke zoen voor mij.